En hij is zo lekker aan het kijken. Grijs, maar met een heel klein beetje roze. Hallo, goedemorgen. Happy King's Day. Ja, Jax heeft er een zware Kingsnacht op zitten. Dus vandaar dat hij een beetje moe is. En wij ook. Maar we zijn nu lekker aan het ontbijten en dan gaan we misschien nog eventjes iets doen. We gaan sowieso even naar buiten. Ja, we gaan sowieso even naar buiten. We zijn heel erg van de King's Day altijd, dus we kunnen het niet laten. Kun je nog iets kopen van iemand? Of een spelletje doen? Ja. Kakken, zak lopen of... kakken? Kak, zak lopen, weet ik het. Iets leuks doen in het park. Doe je luier op? Jax kan nog niet lopen. Sorry hoor. Er zit een Suske en Wiske ook onder, maar dat lees je niet echt, hè? Nee, dat lees ik niet onder. We zien helemaal niet dat je oranje aan hebt. Oh daar! Oranje koning! Moet je even vragen hoe duur het is, Jola? En een paardrijbroek. 20 cent. Ik ben al naar je toegekomen, lieve. Oh, je kan het lopen. Dat is goed zo hoor. Oh, nou, dankjewel. Alsjeblieft. Yay, we hebben een 1000 puzzel. Yay, vet. Nou, wij vervelen ons niet vanavond, hè? Ik had al een puzzel, maar ik weet niet meer van wat. Nee, geen 1000. Okay. Nu heb je een 1000. Dat was dan 100. Ja. Hey. Appelbollen. Naar huis gegaan, ondanks dat nu het zonnetje echt lekker doorbreekt. Maar ja, deze kanjer, die moet drinken natuurlijk. En ik zag daar op Koningsdag in het park niet echt de mogelijkheid om borstvoeding te gaan geven. Dat was toch net even iets te veel van het goede qua in het openbaar borstvoeding geven. Gaan we nu maar even thuis doen. Mag ik even een kus voor jou? Met een kus voor mij? Mwah. Ik krijg zomaar een kus van mijn lieve schattekat. Omdat je thuis bent. Nou, even heel eerlijk. Dit is best raar hoor, zo'n King's Day. Gewoon helemaal zonder party. Zonder feest. Geen muziek heb ik gehoord. Niks. En geen drank. Zo saai. Maar wel met mijn twee kindies. Daar zit Jammer. Mijn kingetje en mijn queen. Mijn twee kings en mijn queen. Mijn princess. My princess and my king. Ja, en dat is op dit moment al het belangrijkste, hè? Dat feest, dat komt over een paar jaar wel weer. Als jij mee kan feesten? Hoe ga je dan met je armen als je gaat feesten? This is power. Kom, we gaan eten. Ja, dat. Doei! Doei! Zo, zit in de auto. Nee, je niet. Echt? Zonder Jax. Ja, ik ben voor het eerst weg zonder Jax. Ja. Voor het eerst zonder Jax de deur uit. Heel eventjes. Met mij. Even snel naar een winkel, even wat dingetjes halen. We hebben precies een uurtje de tijd. Anders krijgt Jax geen eten. Mm-hmm. Dus dat, toch? Dus dat, ja, lekker boeiend weer. Lekker boeiend. We hebben niet echt boeiende dagen wij, hè? Nee. Nee, sorry daarvoor dat onze dagen niet zo boeiend zijn. Maar ja, hè? Waarschijnlijk zijn jullie dagen ook zo. Nou, wel als je net een babytje hebt gehad, denk ik.
Ja. Dan ben je niet echt zo van, we gaan er even op uit. Nee. En gisteren, Koningsdag, was ook een beetje teleurstellend. Voor mij althans. Wat vond jij nu van je Koningsdag? Ik vond het wel leuk even, maar niet echt zoals vorig jaar zo leuk. Ik heb een vraagje aan jullie. Wie kent deze? Zal dit staan? Zal mijn haar hier echt zilver van worden? Of zal het gewoon een beetje grauwig worden? Dat denk ik eerder. Wel vet om weer eens een keertje wat te doen met mijn haar. Ik wil ook weer eens een keertje in die roze. Maar oh, misschien hebben ze die hier ook. Een kleurtje voor jou. Een leuke... Ja, ik heb die roze. Van de kruidvat hebben ze dat hier. Oké, staat er ook bij van een voelen? Dan moet je even goed lezen. En eerst de kleur uitzoeken. Dan moet je op het plaatje kijken. Hier, dit. Rossig. Vorige keer hadden we voor Yola van Colorista hadden we blauw. Maar die is echt super lang blijven zitten. Ja. Die hebben ze trouwens nu ook niet meer. Ze hebben wel een andere blauw. Ja, ik vind blauw eng hoor. Zo, het is de roze verf geworden voor Jol. Ja. En we gaan nu heel even een haringje halen. Zo. Eet smakelijk, Jol. Hoppa. Hoppa. Wat heeft Jax toch een mooi shirtje aan vandaag, hè? Heel leuk shirtje vind ik dit. Van Noppies. Ja, hè? En hij is zo lekker aan het kijken. Hey. Ik heb dus net bij de kruidvat een ander soort fles gekocht. Die had ik al eerder gezien bij vriendinnen. Voor de afgekochte melk. Maar deze schijnt super veel beter te zijn voor met krampjes. Ja, Bart sport niet. Die denkt dat je hem rechtop moet gebruiken, omdat er een soort rietje in zit. Het moet wel inderdaad zo. Ja. En daar had ik ook al een aantal volgers over gehoord. Dus bedankt voor de tip. We hebben er één. We gaan kijken of het al wat verschil uitmaakt. Moeten we dit uitkopen? Lijkt ja, me wel, hè? Tuurlijk. Alles heeft Jola uit haar kast gegooid. Dus daar is de kast en die heeft ze helemaal leeg gegooid. Want ze zou dit gaan opruimen vandaag. Maar ze is niet eens te bekennen in haar kamer. Dame, jij zou dit gaan opruimen hierboven. Ik heb het ook een beetje gedaan. Ik heb de hele koffer al vol. Dame, doorgaan met uitzoeken. Hallo, goedemorgen. Het is zondag en we beginnen de dag met een papje. Dylan Hagens. Een lief meisje. Een lief hondje. En een stille baby. Een heerlijk chillende, slapende Jack. Het is toch wel echt een aanrader om het langer in te laten trekken, maar het is wel vet. Een beetje grijs, grauwig. Het is een beetje grijs, maar met een heel klein beetje roze. Dus een beetje paars, ja. Nee, roze. Heel mooi. Ik vind het heel mooi. Ik denk dat ik het zelf ook wil. Nee, maar het is mijn. Ja, ga ik er nog één kopen. Bakkerbart is weer aan de slag met zijn pannenkoeken. Nee, dat spek dat is niet voor ons, hè? Laten we dat even vertellen. Spek is niet voor ons. Nee, voor ons. Vleeseters zijn dit. Kan je niet voor, ja. Spek, spek. Nou, ik neem er ook een paar met spek. En ik ook. Eerlijk is eerlijk. Oké, okay, nou ja, alleen niet. Ja.
wat tante Lau dat mooi heeft gedaan. Ja, de volgende keer gaan we gewoon naar haar. Misschien de turnen moet. Echt heel mooi. Ja. Wauw. Ik blaas de vlog uit vandaag met Romy. Woe!